Het is herfst en daarom hebben we heerlijke stoofperen deze week bij Poys Wat Maak Je Menu. Met een heerlijke puree en een prachtig stuk varkensvlees. Hiervoor heb je de volgende ingrediënten nodig. De varkenscarré, die gaan we aanbraden, maken van lekkere kruidenkorst bij, van kruiden en mosterd. Dan de stoofpeertjes. Die stoven we met kaneel, suiker in een rode wijn. Dan hebben we een heerlijke aardappelpuree, roomboter met knolselderij en melk om het mooi smeuïg te maken. En we drinken erbij een heerlijke Cabernet Sauvignon. De Gieser Wildeman stoofperen. Die gaan we schillen en nou is het leuk en decoratief om het steeltje eraan te laten zitten. Dus je gaat een dun schiller van boven naar beneden zo. Gaan we die peertjes schillen. Dan komt erop kaneel, ongeveer 2 theelepel. Dan doen we erop rode huiswijn. En zoveel dat het gewoon net onder staat. En een paar scheppen suiker. Dan kun je naar eigen smaak doen. 3 schepjes suiker. Dekseltje erop op een zacht pitje. 3 uur zachtjes stoven. Varkenscarré. Dat is eigenlijk gewoon een carbonade, maar dan zonder been. Nou, die gaan we aanbraden. We doen eerst even 2 royale eetlepels met vloeibaar chroma in de pan. Dan komt er zout op het vlees. Zo. Zo. Beetje peper erop. Ook even de andere kant zouten en peperen. Wachten tot de vloeibare boter heet is. Hij is nou mooi goudbruin van kleur. Dan kan die in de pan. Even de tang erbij. Gewoon mooi. Langzaam rondom dicht schroeven. Niet te hoog vuur, gewoon mooi zachtjes aanbraden. En belangrijk is dat er royaal boter in de pan zit. Zo. Pakken we het bakplaatje erbij. Deze, die zetten we hierin. Dit laten we eerst eventjes afkoelen. Het vuur even zacht. Dan pakken we de jus-verbeteraar. Die doen we in de jus. Zo, en dan afblussen met water. Even roeren. Zo. En deze houden we even warm. Op die varkenscarré gaan we een mooie kruidenkorst maken van mosterd en verse kruiden. Nou, ten eerste, we hebben prachtige verse kruiden bij Poys. Dit is de tijm, die moet je even ritsen. Dus tegen de draad in die blaadjes van die tijm eraf halen. Zo. En dat mag gelijk gewoon even op deze schaal, want daar drukken we hem straks in. Zo eventjes ritsen. Dan hebben we de rozemarijn. Rozemarijn en varkensvlees is een hele mooie combinatie. Bij de tijm. Dan pakken we de bieslook. Ook weer mooi fijn snijden. Scherpe messen gebruiken. En dan hebben we de selderij. En de bladpeterselie. Bladpeterselie geeft gewoon eventjes wat meer smaak. Mooi die verse groene kruiden. Allemaal bij elkaar. Dit even mengen.
Zo, dan mag ik een klein bedje ervan maken. Een beetje verdelen. Zo. Pakken we de varkenscarré. Die is inmiddels een beetje afgekoeld. De grove mosterd. Een eetlepel mosterd op het vlees. En met de bolle kant van de lepel mooi dun laagje mosterd over het vlees heen smeren. Zo. Mooi verdelen. Dan pak je het vlees op en dan druk je het zo in één keer in die kruiden. Beetje draaien, gewoon deppen. En weer terug. Zo, een beetje aandrukken. In een oven van 180 graden gedurende 35 minuten. Knolselderij, dat is een echte herfstgroente. En die moet je even, de buitenste kant, die moet je er gewoon even afschillen. Nou, dat kan zo met het mes. Zo naar van boven naar beneden. Dan gaan we hem in plakken snijden. En dan mooie dikke plakken. Weer netjes op elkaar leggen. En dan nu in mooie dobbelsteentjes en dan mooie royale blokjes. Want dan zien we die straks mooi terug in onze aardappelpuree. Water kookt, knolselderij erin. En dan ongeveer 3 minuutjes koken tot het beetgaar is. De aardappelpuree. Mooie droogkokende aardappels met de stamper stampen. Gewoon fijn stampen. Zo. Dan komt er een klein klontje boter in. Een scheutje melk. Een beetje zout en peper. En dan gaan we dat vermengen. Zo. Dan komen we met de knolselderij. Die gaat erdoor. Die komt gewoon zo mooi door die puree heen. Voorzichtig omscheppen, zodat de blokjes nog mooi heel blijven. Dat is lekker. Dat is mooi. En dan hebben we eventjes proeven, altijd. Heerlijk. Het vlees uit de oven. En dan gaan we het nu mooi in plakken snijden. Die kruidenkorst er bovenop. Gewoon mooi in dikke plakken. Zo. Zo. Het vlees even apart neerleggen. We gaan het gerecht afmaken. Gebruik altijd voorverwarmde borden. Dan komt onze knolselderij aardappelpuree op het bord. Even een beetje verdelen. Dan komt onze varkenscarré met kruiden daar tegenaan. Die stoofperen erbij. Klein beetje jus over het vlees. En we garneren met een mooi takje kruiden. Een heerlijk herfstgerecht deze week bij Poys Wat Maak Je Menu. De varkenscarré met kruiden, aardappelknolselderijpuree en de stoofpeertjes. En dan een mooi vol glas Cabernet Sauvignon erbij. Puur Poys.